acceptatie, vorm van acceptatie binnen de Hindoestaanse gemeenschap. En wat ik zeg, het gevaar is groot dat als je de meer extremere uitingsvormen etaleert, kijk, we zijn bezig om een bepaald gedrag en een bepaalde levensstijl die er is in de gemeenschap en die onderdrukt wordt. Gaat het goed daar? Neem me mee naar voren. Ja. Ja, een bepaalde levensstijl die er is, een bepaald gedrag. Ja, en mensen die geen mogelijkheid hebben binnen die cultuur om daarvoor uit te komen. Dat we nu in een proces zijn, dat misschien wel kan en dat er een klimaat bestaat dat het wel kan. Nou, en wat ik bedoel. Is dat als men te veel die kant alleen maar laat zien, dat er weerstand ontstaat in de gemeenschap. Oké. En die twee andere punten, het eerste punt, kijk wat ik zeg, of niet ik, maar dat zeggen alle geleerden en ook uit de medische en teksten komt naar voren. En het feit is dat er woorden daarvoor zijn. Want kijk, een woord ontstaat wanneer een verschijnsel benoemd is en gedetermineerd is, of gezien is. Dus dat in de Vedische tijd een woord voor het derde geslacht bestaat, ja, dat is niet mij. Ja, ik constateer dat. En dat men dan constateert dat er laten we mannen zijn en vrouwen, en dat er ook in een misschien 5%, ik weet niet hoeveel precies, maar dat moet later allemaal blijken, maar dat ook een soort tussenvorm of een andere vorm is. Dat is iets wat geconstateerd wordt. En kijk, je kunt wel. En schokkend en alleen normatieve uitspraken daarom hangen. Dat kan, maar het gaat er nu om dat we op een zakelijke wijze hierover kunnen discussiëren. Oké, als ik u goed begrijp, dan heeft u de term terminologie derde geslacht gebruikt, gebaseerd op Vedische gesprekken. Ja, er staat de woorden voor Napoesaka. Ja, maar u heeft in uw inleiding. Heeft u dat herhaaldelijk gezegd, betekent dat u dat daarmee onderstreept en daar zelf ook achter staat, dat u dat introduceert? Nou, waar het om gaat is dat je op een gegeven moment kijkt, nou wat is wetenschap? Wetenschap is ook dat je kijkt naar wat andere mensen die over dit vraagstuk gedacht hebben, gevonden hebben. En ik heb ook gezegd, dat er waarschijnlijk via de huidige wetenschappelijke inzichten, biologisch, genetisch, men zegt, en ik zeg nogmaals, de percentages verschillen, dat men zegt van 5% en misschien kan het 8% of minder zijn, dat die dingen voor een deel biologisch, genetisch gedetermineerd zijn. En dat men dan daarvoor woorden gebruikt als derde geslacht, ja, dat, en ik ben het daar in grote lijnen mee eens, maar iemand anders kan zeggen van nou, ik noem het geen derde geslacht, ik noem het iets anders, dat kan. Want dat is het onderdeel van het debat. Okay. En nog tot slot, kijk, een laatste punt, dit is een veld in ontwikkeling. Nu pas begint men en via allerlei technieken van supermicroscopen enzovoorts, cellen, DNA-structuur, nu pas begint men erachter te komen dat men ook biologisch, genetisch bepaalde dingen kenmerken kan determineren. Nee, dat is duidelijk. Goed, ik zit in het vak, het is mijn vak, psycholoog ben ik ben seksoloog, ik heb nog nooit van het derde geslacht gehoord. Ja. U wilde reageren.